Oké, we zijn aangekomen op de fotoshoot. Dit is mijn look. Ja, die bedoel ik. Mark Marie. Ja. Ja, die. Ja. Nee, die, ja, die bedoel ik denk ik maar nog. Nee, nog een andere. Wacht even. Mark Jaap. Mark Jaap van der Wal, of hoe noemt hij? Nee, dat is die ene. Nee, dat is die naast. Ja. Oké, we gaan nu dus shooten voor Bella Pierre. Dat is de boek. Ik vind het wel heel mooi. Trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on these two. Made the whole year in a week too. Main chick out of their league too. Side chick out of their league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. And she clean it with her face, but you love your baby. Talking money, need a hearing aid. You talking about you, you don't see the shame. Oké, look nummer 3, hè, denk ik. Ja. Black en smoky eyes. Switch up your style, you take any lane. Switch up your cup to kill any pain. Look what you've done. Nu gaan we hier een make-up tutorial filmen. Easy 5-step make-up tutorial. Oké, it's a wrap! Woehoe! Nee, iedereen zo. Niet enthousiast. Maar we gaan nu nog eten bij Il Mondo een paar. Hij is Celine, ik, Nick en Noah. Oh, Noah gaat nog niet eten, maar gaat wel mee. Dus dat is de volgende bestemming, hè. Een meisje. Yes, girl, yes. We zijn aangekomen bij Il Mondo. Hey. En ons eten is er en het ziet er zo goed uit. Ja, we zijn klaar met eten. Het was echt super lekker. Op vrijdag doen ze hier zo. Ik ga de kaart pakken. Dat plakt precies vast. Doen ze hier zo tappizza's. Dus dat zijn zo schotels met tapas en stukken pizza op. Dus kei lekker. Wij hadden de vegetarische en Americano. Americano was ook zo met kippensaté, Mexicano, viandel. En dan pizza salami. En vegetarisch was pizza margarita met tomaat, mozzarella, groentjes en focaccia en champignons. Dus was wel heel lekker. Het heeft gesmaakt al. Echt een aanrader. Dus als jullie zoiets willen doen, Il Mondo, een paal. Noah heeft honger. Noah heeft honger, maar het is ook al bijna 10 uur of zo. Dus time to go home. Oh, hallo. Brrr. Oh, ik heb koud. En ik wil even showen. Kijk. Ik heb dino's op mijn lakens staan. Cool is dat. That's what you get. Wanneer je bij je ouders woont. En in je oude kamer slaapt. Onder je oude lakens. Mijn vliezen dino lakens. Oh, ik heb koud. Oeh, het is ondertussen al 12 uur. Maar mijn ouders hadden nog een feestje in de chalet vanachter met vrienden. Dus ik was nog even iets gaan zeggen en uiteindelijk nog een uur daar blijven hangen. Maar toen dacht ik, nu is het tijd om te gaan slapen. Dus nu lig ik in bed. Theo, mijn puist, heeft trouwens een naam gekregen. En hij noemt Theo. Theo is still here. Oh. Maar ja, die zal wel wegtrekken. Hoop ik binnen een paar dagen. Mijn oor is ook heel ontstoken, dat wil ik ook even zeggen. De derde oorbel, zoals je kunt zien, denk ik, is heel ontstoken. Maar deze kant helemaal niet. Deze kant heb ik ook helemaal geen last. En deze kant doet echt pijn. Ik probeer vol te houden, want ik wou hem er vandaag echt al uitzwieren. Ik dacht, ik doe die er gewoon uit. Dat is gewoon beter, maar ik ga volhouden. Hopelijk
zweert dat gewoon en dan is dat in orde. Zullen zien, ik ontsmet dat goed, dus ik hoop dat dat goed komt. Maar mijn dag vandaag was heel fijn. De fotoshoot was heel fijn. Fijn team, fijne mensen. Stefanie, de fotograaf, is ook echt super. En ja, Bella Pierre is gewoon een super leuk merk. Dus ja, wel heel fijn dat ik daar als model voor mocht staan. Daarna gaan eten bij Il Mondo. Was echt goed. Was echt super. En dan deze morgen, heel vroeg, in Nederland. Dat heb ik jullie nog niet verteld. Maar ben ik naar een waarzegger geweest. Ja, ik weet eigenlijk niet als je dat een waarzegger noemt. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt. Maar alleszins, het was een sessie van een uur en een half. In Nederland ben ik geweest bij iemand. En ja, gewoon, ik ben een beetje de weg kwijt in mijn leven, zal ik zeggen. En via iemand anders had ik gehoord dat dat echt een goeie zou zijn. Dus ik ben er naartoe geweest. En ik moet zeggen, ik had best hoge verwachtingen om eerlijk te zijn. Omdat ik er heel veel goede dingen over had gehoord. Mijn verwachtingen zijn eens zo hard ingelost. Wat hij mij allemaal heeft verteld, waar hij echt niks over zou kunnen weten. Ook als je een afspraak maakt, belt je gewoon anoniem met je nummer op anoniem. En je zegt je naam niet, dus ik kan je niet opzoeken op voorhand. En wat dat hij allemaal over mij wist, was echt gestoord. Was echt zat. Ja, ik heb het hele dag al proberen te laten doordringen tot mij, maar het is echt zat. Maar oké, ik ga daarover iets vertellen in een andere video, want anders gaat dat in deze video veel te veel zijn. Hopelijk vonden jullie deze video leuk, dus zeker thumbs up. Ik hoop dat jullie mijn vlogs interessant vinden en leuk vinden. Laat ook in de comments weten als jullie iets anders van video willen zien. Ja, het is even terugzoeken. Ook omdat ik nog altijd wel wat op mijn positieve moet komen. En mijn weg een beetje aan het zoeken ben opnieuw in het leven. Dus ja, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar doe dus zeker thumbs up als jullie het nog leuk vinden. Laat een leuke comment na. En ik zie jullie overmorgen.